Tegenover me staat Anderson. Kun je ons uitleggen wat er gebeurt bij de 1-1? De bal werd voorgegeven vanaf rechts. En die bal die bleef een beetje hangen tussen Leo en ik. Op dat moment ontstond de twijfel. En op het laatste moment wou ik de bal afschermen. En kwam mijn tegenstander aan de rechterkant ertussen. Ja, gewoon onnodig. Is het dan jouw fout? Ja, ik vind het persoonlijk wel mijn fout. Die bal moet daar gewoon weg. Goed, dan wordt het 1-1. Dat is een domper natuurlijk, want jullie geven eigenlijk niks weg. Hoe kan het dan dat je dan uiteindelijk ook nog de keiharde 2-1 tegen krijgt? Ja, hoe dat kan, dat is voetbal. Goals krijg je tegen, goals maak je. Alleen het gaat om de manier waarop. En die tweede goal is ook veel te makkelijk. Het is gewoon zwaar onnodig geweest. Ik denk dat we hier gewoon met 3 punten weg hadden moeten gaan. Zuur. Als je nou naar de wedstrijd kijkt, is er een beetje uitgekomen ook wat de trainer aangegeven had? Van veel lange ballen en dat jullie daar dan onderuit moesten voetballen? Ja, eigenlijk alles wat van tevoren was aangegeven kwam eruit. Wat ik ook zeg, er was niks aan de hand tot het ene moment. Maar dus eigenlijk helemaal op slot. We gaven niks weg, we creëerden kansen. Ja, dan is het gewoon zonde als je 2-1 verliest. Ja, want ook na de 1-1 krijgen jullie in principe nog goede mogelijkheden. Dus wat dat betreft zit het dan wel goed. Is het nu gewoon dan de koppen leegmaken in de interlandperiode en dan gewoon weer vol gas tegenaan? Ja, dat zal sowieso moeten. We hebben nog een lange weg te gaan. En helaas zitten dit soort wedstrijden er ook tussen. En helaas maak ik dan nu zo'n rotfout. Maar we moeten niet vergeten dat we met z'n allen een proces in zijn gegaan. En dat gewoon vol moeten houden. Want het seizoen is nog lang. En dan komt de interlandperiode komt er nu goed aan. Om weer de koppen bij elkaar te steken en te focussen op de volgende tegenstander.